Ja, waar gaat het eigenlijk over? In feite gaat het over een familiegeheim, wat je hier ziet. Dus de orale geschiedenis, namelijk dat, en dat binnen de familie, het feit dat Regie's grootvader een foxdier of dekhengst, en mensen hebben tegen mij gezegd, hoe durf je het woord te gebruiken, maar in feite dat was op een plantage met een slaafgemaakte vrouw van Afrikaanse afkomst. En wat waren de criteria voor zo'n... Dat was wel gedwongen, want zijn grootvader is nog in de slavernijtijd geboren. Wat waren de criteria voor zo'n man? Nou, je moest lang zijn, je moest witte, hele goede tanden hebben, je moest hele dunne scheenbenen hebben. Kuiten. Want de mensen met dikke kuiten, die moesten op het land werken, en met slanke kuiten, die konden... En je moest natuurlijk goed endowed zijn, zoals we dat zeggen in het Engels, omdat er geproduceerd moest worden. Zijn grootvader is geboren rond 1855, 1860. Dat is niet helemaal precies te zeggen. En waarschijnlijk vanaf zijn 15e, dus zeg maar rond 1870, 1875, tot de afschaffing van slavernij in Brazilië in 1888, gedwongen, want hij is geboren in de slavernijtijd, in 1875. Iedereen na 1875 die was vrij. He, die is dus geboren in slavernij, die was vrij. Maar hij is daarvoor dus geboren. Dus dat is waarschijnlijk gedwongen. Het was ook wel een uitzonderlijke situatie voor zo iemand, want hij werd beter gevoed dan de andere mensen op de plantage, om natuurlijk die productie in stand te houden. Het was namelijk in die jaren, zeg maar, die 15, 18, 20 jaar voor de afschaffing van de slavernij in Brazilië, heel moeilijk om mensen te transporteren uit Afrika. Dat werd gestopt. En met name de Engelsen, die hielden die transporten tegen en die werden dan ook weer teruggestuurd. Dus je kon ze niet transporteren, dus dit slave breeding programma, zo het dan genoemd wordt, dat garandeerde nieuwe aanwas van de Afrikaanse werkkrachten. Dus het zaad van de dekhengst was goud waard. Ik was niet bekend met dergelijke verhalen uit Suriname of de Nederlandse Antillen. Ik had geen enkel idee. En vorige week nam ik contact op met het NINSEE, dat is het Nederlandse instituut dat de geschiedenis van het Nederlands slavernijverleden onderzoekt. En ik vroeg, ik weet hier helemaal niks van. En ik kreeg onmiddellijk een reactie van Ronnie Rens. En die bevestigde dat er eigenlijk weinig bekend is over Suriname en Antillen. Maar dat er wel wat studies zijn over slave breeding, maar zo te zeggen, in de VS en de Engelstalige Caribische eilanden zoals Jamaica en Barbados. Ook werd bij mij toen verteld, want ik was heel erg blij, ik kreeg onmiddellijk een reactie van dezelfde dag van hem. Ook werd mij verteld dat aanvankelijk, dus zeg maar in de 17e en 18e eeuw, vooral mannelijke slaven, of tot slaafgemaakte uit Afrika, naar de overkant werden getransporteerd. Maar dat in de 19e eeuw er een gender shift is naar vrouwen en kinderen. En dat zou heel goed passen in dit verhaal van die slave breeding. Maar meer is er, dit is voorlopig nog iets wat helemaal open is. Regis was vorig jaar in Brazilië en hij vond ook daar op zijn research tour voor dit project een paar maar heel weinig studies over een soortgelijk geval als zijn grootvader. En die zijn gedaan aan de Universiteit van São Paulo. Dus er is ook daar heel weinig bekend over dit onderwerp.